dat was niet de wedstrijd zoals wij hem wouden spelen natuurlijk. Dus ik denk dat het van onze kant gewoon een matige wedstrijd was. En jullie Bennekom speelden gewoon goed. Goed voetbal. En ik denk dat wij gewoon dachten dat wij op 60% hier even konden winnen. En ik denk dat we vandaag gewoon niet scherp waren. Slordig aan de bal. En wat ik zeg, complimenten voor Bennekom. Gewoon goed gespeeld. Dus een verdiende overwinning, denk ik. En dan ga je 1-1 de rust in. Gaan we te danken, Jack Berghoff. Ga lekker zo door. Nee, ik stond op het veld, dus ik weet niet wat in de rust gezegd is. Maar ik neem aan dat de trainer wel wat aanwijzingen heeft gegeven. Want ook de eerste helft bij Vlaag begin speelden we nog wel aardig. Maar we hadden niet ons niveau vandaag. Dus ik denk dat hij niet tevreden zal zijn geweest. Alleen de tweede helft was het op een gegeven moment gewoon gratenkaas, denk ik. En kijk, jullie maken de 4, maar hadden ook nog wel meer kunnen zijn, denk ik. Je krijgt dan nog een penalty op 2-1. Ja, en dan, wat gebeurt er dan op de bank? Ja, weet je, kijk, penalty was een belangrijk moment. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat Jamairo is bij ons wel echt super belangrijk. Hij heeft zoveel mooie goals gemaakt. Ook vandaag maakt hij een geweldige goal. Dus dat kan een keer gebeuren. Ik heb ze ook wel eens op belangrijke momenten gemist. Dat hoort erbij. Hè. Dus dat is jammer voor ons, maar Dit was dan de laatste keer tegen Bennekom. Ik mag blij zijn dat ik heb altijd weer gaan scoren tegen Bennekom. Dat is ook weer gelukt vandaag. Ja. Dan ga je nog het seizoen afmaken. Dan ga je op bankje zitten naast meneer Koenders. Ja. En dan ga je starten met je carrière als trainer. Ja. Ik train nu bij RKV 6 jaar jeugdteam. En daar heb ik gewoon heel veel plezier in. En dat ligt me denk ik ook goed. En dus ja, eigenlijk had ik nog in mijn hoofd zitten, ik ga nog een jaar door. Ik dacht van, ik voel me nog wel fit. Maar toen kwam RKV met dit voorstel en ben ik erover na gaan denken. En het is ook wel, het gaat natuurlijk elk jaar wat moeizamer. Ik ben nu 38 en ik denk dat het goed moment is om te stoppen. En veel zin in een nieuwe uitdaging. Nou, er komen twee nieuwe sissekjes aan, lees ik altijd op Instagram. Ja. Eentje bij de club waar ik de naam niet mag zeggen voor jou. Dan knip je altijd logo's allemaal vanaf. Dus dat doen we niet meer. En die andere lekker bij RKVV. Ja, de oudste bij Vitesse. Ja. En zijn broertje speelt bij RKV. Die training nu dan. En die traint nu ook mee bij Vitesse. Dus die is ook wel heel talentvol moet ik zeggen. Dus is leuk. Van de moeder. Ja, precies. Nou, succes wat je ook gaat doen. Veel succes. We zien je op het 7-jarige bestaan van Bennekom. Ja, zeker. Je had je eigenlijk opgegeven, zei je. Dus we gaan elkaar zien. Dankjewel voor alles. Jullie ook bedankt. Ja, bedankt. En heel veel succes verder.